dat jullie kijken. Wat die krijgt de groetjes van ons. Ja, precies. Van Ezel en van Geitje Benjamin. Ja. Wel blijven kijken, hè? Ja. Doei. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Want waar zijn wij vandaag? We zijn in de Efteling. Jan en ik zijn in de Efteling. We zijn alleen via een andere ingang binnengekomen. Omdat we vanavond ook in het hotel overnachten. Maar Jan had dit eigenlijk als cadeautje aan mij gegeven nog voor mijn verjaardag. Dus we gaan vandaag lekker door het park lopen. We gaan lekker alle attracties in. En we gaan jullie een heel hoop laten zien. En we weten niet waar we zijn. Ah, jawel toch? Hier zit de officiële ingang. Kijken. Hier zit de officiële ingang. Ja. Maar wij zitten hier ergens. Hier ergens. We zitten in ieder geval in het kinderland. Het is toverend. Jeetje man. We zijn in ieder geval in de kinderspeeltuin beland. Maar dat komt wel goed. Nou, we staan nu dus bij de Vogelrok. En daar gaan Jan en ik dus nu in. Jan zit de hele tijd op zijn platte grond. Ja, maar ik wil serieus weten waar we zijn. Bij de Vogelrok. Ja, maar waar staat die dan? Is dat die? Nee, dat is een draak, lief schat. Oh. Gewoon serieus. We zijn bij de Vogelrok. Kijk, kijk, hier zie je trouwens het achterwerk van de Vogelrok. Ik wil voor de rest niks zeggen. Maar Jan zegt, is dat die? Ja, maar... Dat is een draak, Jan. Maar waar zijn we dan? Dat is geen vogel. Oh, hier zijn we. Hier zijn we. Oh, hier. 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 Yeah. We hebben gevonden waar we zijn. Gaan we erin? Ja. Hey, jongens, we komen nu natuurlijk de achtbaan uit. Of in ieder geval de attractie uit. En ik ben achter Jan's zwakke plek gekomen. Jan is bang in het donker. Helemaal niet. Hij zat constant te schreeuwen. Ik zie niks, ik zie niks, waarom zie ik niks, waarom zie ik niks. Ik zat alleen maar te lachen en te genieten. Maar we zijn dus achter Jan's zwakke plek gekomen. Jan houdt er niet van als je niks kan zien. Nee. Dat klopt, jij wel dan. Nou, ik vond het niet erg, ik vond het niet eng, ik vond het ook niet erg. Maar het was wel leuk. Hij was sowieso leuk. Jee! Nou, lieve mensen, we staan hier bij een vijvertje wat geluk moet brengen als je geld ingooit. Maar je moet hem natuurlijk wel op dat visje gooien. Dankjewel Jan, voor je geld. Oh, mijn map. Gaat het lukken? Let op, hè. Oh, nee, wacht. Oké, faal. Nu jij. Ik gooide echt gewoon niet heel erg recht. Ja, okay. Maar ik deed niet met gevoel. Oké, ik doe het wel met gevoel. Oké, jij maar met gevoel dan. Komt ie, hè? Oh. Ja, zo kan iedereen het, hè? Met, hij zat er niet op. Ja, bijna. Ik heb er nog één. Nog één? Ja, maar ik kan ook gewoon erin springen. Dan heb ik heel veel. Ja, als je... Oh, maar hij leegt hem ook automatisch. Want hij komt daar tegen zo'n stang aan. Waar die hem automatisch leegt. Let op, volgende te kijken. Let op. Let op, let op, let op. Ja. Oh, je zit een moedje zo mee te proberen. Nee, mis. Ook niet deze in de buurt. Ook niet deze close. Ook niet eens close. We gaan maar eens verder, Jan. Faal. Faal moment. Nou, we gaan nu eigenlijk mijn aller lievelingsattractie in. En dat is natuurlijk de Vliegende Hollander. Jan heeft geen idee wat voor attractie het is. Nee. Maar ik vind de Vliegende Hollander echt vet, dus we gaan er gewoon in. Oké, ik volg jou. Doe maar. Zie je. Vond je hem? Ik wist niet wat er gebeurde. Vond je het weer eng? Ik vond hem echt super vet alweer, jongens. Vliegende Hollander. Ik vond het grappig. Leuk. Ja. Daar kwam het uit. Nemen we de water of de vuur? Water? Ja. Oké, ik ga nu met jou mee naar water. Persoonlijk zou ik zelf voor vuur gaan, omdat ik rood boven blauw altijd verkies. Maar Jan heeft er zin in. Jan en ik zijn natuurlijk net de achterbaan ingewezen, niet van de attractie inderdaad ingeweest. En het leuke is dat rood had gewonnen en ik had voor rood gekozen, maar Jan had voor blauw gekozen. Maar... En omdat Jan voor blauw had gekozen... Weet je wat we gaan doen?
We gaan nog een keer in blauw en kijken of hij deze keer wel wint. Ik had dus gewonnen. Je wordt heel zachtjes, heel zachtjes. Oh, erin laten rollen. Kijk er nog steeds. Ja, die laatste had je geen zin meer. Dankjewel. Alsjeblieft. Nu Jan, het is voor jou. Dankjewel. Jan gaat het nu ook proberen. Jan weet in ieder geval nu hoe het niet moet. Dus Jan, succes. Dankjewel. Je gooit er niet eens in. Ik wil draaien. Nou. Oh. Oh shit. Ik heb weer te snel iets gezegd. Oh. Kom. Op Jan. Kak. Doe het met de effect van hoe je het net deed. Doe nog maar eentje in. Oh, je doet het hem gewoon. Zeg maar, wil je groen en blauw of gele? Doe maar blauw. Ja. Ah, alsjeblieft. Tada. Goed gedaan, jongen. Ah, oh, dankjewel. Heb jij nou weer één gewonnen? Papier? Ja. Dat is papier. Plastic, Jan. Huh? Dat is geen papier. Papier? Daar. Papier? Daar. Papier? Daar. We zitten in de wildwaterbaan. En ik denk dat we een beetje nat gaan worden als we het zo zien. Ja, jij wordt nat, ik niet. Hoezo word ik nat? Jij zit op een verkeerde stoel. Kijk maar, zwart. De vorige keer in Walibi zat ik op de goede stoel, dus ik zal nu op de zitten. Nee, nu is het juist verkeerd. Nee, dat denk ik niet. En daar komt een waterval. Daar zijn we natuurlijk niet bang voor. Gemist! Jan zei dat ik nat zou worden, maar ik ben niet door de waterval gepakt. Dat zijn we nog niet. Wat een ander pootje, kijk uit testen! Pas op! Oh. Zit iemand in? Oh, kut. Wat zeg je? Ja, la 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 la. Oh, jij kunt zo nat worden! La, 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 jij wordt juist la, la, la. Nat, ik word niet nat! Ik word ook niet nat. Jij hebt echt geluk gehad. Ik heb zo geluk. Mijn hele stoel is nat, maar ik ben gewoon helemaal droog nog. Dus het is in ieder geval super rustig in het park, dus we hoeven eigenlijk bijna nergens te wachten. En er zijn eigenlijk ook, ja, zoals je ziet, helemaal niemand om ons heen. Dus je zou zeggen een privé waterattractie. Heel veel vlees. Nou, dat zijn mensen. Lucky bastard. Ja, het scheelde niet veel, maar ik ben niet geraakt. We botsen ook echt overal tegenaan. Oh shit, nu word ik nat. Oké, ik ben echt nog steeds niet nat. Ik heb wel geluk hoor. Oh nee, kijk daar. Kijk dat. Ah nee, nu worden we wel nat. Check dat daar. Check dat daar. Oh shit, jongen. Oké. Het valt nog mee, maar dit valt niet mee! De camera wordt helemaal nat! Nee! Fuck, het is nat geworden! Oh! En jij niet! Oh, flikker! De camera is een beetje nat. We komen uit de water... Het ding, attractie. Waterbaan. En eindstand natuurlijk is dat ik nat ben geworden en Jan niet. Kijk. Lucky bastard. Ik sta hier tussen de kerstbomen in. Zoals jullie kunnen zien.
Jannik staat een beetje kijken wat verspul het is, maar het is een beetje wolachtig piepschuim. We zijn er niet helemaal over één. Maar ik wil het wel eventjes laten zien, want het is natuurlijk super vet. Want voor over ongeveer 2 weken, denk ik, of misschien iets langer of iets korter, komt hier natuurlijk de winter Efteling. Dus dat is natuurlijk super vet. Jan die is weer op zoek naar de kaart. Want we gaan op zoek naar de Fata Morgana. Op elk stukje sta ik serieus met die kaartenman. Ja, dat is waar. Je bent de kaartenman vandaag. Help me dan eens even. Oh hier, Fata Morgana, 37 in het blauw. 37 in het blauw, waar dat staat hij? Hier, dus we moeten zo naar het zuiden lopen. We zijn nu hier. Ja. Dus als we hier langs het water lopen. Ja, oké, we gaan er naartoe. Yay. Die zat zojuist zo mooi de kaart te lezen. Of in ieder geval op zoek gaan. Daar stonden we net op het hoekje. Nog ineens hier 20 meter vandaan. En daar is de Fata Morgana al. Dus lieve Jan, die kaart had je helemaal niet nodig. Oh, gooi hem op de grond. Wacht, nu ligt in de plas. Opruimen. Staat hier een prullenbak. Dat mag niet, hè? Hij heeft de kaart niet nodig. Hij gaat nog echt opruimen. Goed zo, Jan. Goede jongen. Grote jongen. Jawel, daar naar rechts. Wij gaan eventjes eten en daarna gaan we eventjes naar het hotel lopen en dan brengen we eventjes onze spulletjes daar naar binnen en dan gaan we natuurlijk verder. Om van het hotel naar het park te lopen moesten we alleen maar de witte voetstapjes volgen. Maar om natuurlijk van het park naar het hotel te lopen moeten we natuurlijk de witte voetstapjes ook volgen, maar dan andersom. We zijn bij ons hotel, of in ieder geval het Efteling Hotel, aangekomen. En we gaan natuurlijk als eerst onze kamer checken. Maar het is natuurlijk ook leuk om even het hotel te laten zien. En het is gewoon echt in de Efteling-stijl allemaal. Dus we lopen eventjes langs. Dat daar bovenin, helemaal die toren. Daar, dat is dus onze kamer. Dus dat is natuurlijk wel helemaal gaaf. Helemaal aan de bovenkant, één van de 4 torens van het Efteling Hotel. Ik heb hier ook allemaal kunstwerkjes, laarzen. Ziet er natuurlijk ook heel vet uit. We hebben natuurlijk Charizard / Dragonite. Jan zei Dragonite, ik zei Charizard. Het lijkt er natuurlijk allebei niet helemaal op, maar we gaan nu lekker naar binnen. Ik kom erin. Nummer 8. Dat is onze kamer. Ik ben benieuwd. Ik ook. We zijn er. Ja, nu al. Ping. Oh, je hebt geen ping. Oh. Ping. Ping. Hij is er. Kamer 804. Oké. Okay. Hier is kamer 804. Dat is natuurlijk de kamer die wij hebben. De Excellence Suite. Kun je hem voor mij openmaken, Jan? Ik zit natuurlijk met de camera. Oké. Okay. Oké, okay, zo. Dat is niet heel erg verkeerd. Dat ziet er wel heel mooi uit. We kunnen zelfs een spelletje spelen. Oh mijn god, dat is wel echt heel erg mooi. Oeh. Dit is wel echt een hele mooie kamer. Moet je kijken. Het bed alleen al. Wauw. Wat is er? Kijk dit dan. Dan hebben we gewoon een bubbelbad. Etcetera. Nou, je kan veel zeggen. Je kan veel zeggen, maar die kamer is gewoon echt super mooi. Wauw. Oh, ik dacht wel een bad eentje, maar dat zit er niet in. Oh. Een handdoekenkaartje. Ook nog een bordje bloemen zelfs. Die is ook heel mooi. We zijn weer terug in het park. We waren natuurlijk net heel eventjes bij het hotel. Hey, ik heb even een trui van Jan aangetrokken, want ik had het niet te koud. Hey jongens. Hey jongens. Ja? Ik lust veel hersenen. Wat wil je laten zien? Hij heeft weer een nieuw park.
park met je broek heen. Die heb ik eigenlijk niet nodig. Maar we zijn nu weer terug. Het begint wat frisser te worden. Mijn camera was bijna leeg. Dus we hebben heel eventjes in het hotel een half uurtje gezeten. En eventjes de camera opgeladen. En natuurlijk warmere kleding aangetrokken. Jan staat daar zielig met zijn map weer. Maar er zijn nog zoveel dingen die wij willen laten zien en die wij willen doen. Dus dat gaan we nu ook doen. Nou, hier ligt in ieder geval super lekker eten, dat weet ik wel. Lekker taartje, wat uitjes, een pakketje, fruit en groenten, dat hoeven we niet. De meeste van jullie kennen heel misschien al natuurlijk Doorn Roosje. Doorn Roosje werd op haar 15e, werd er een vloek over haar uitgesproken, waarin zij 100 jaar zal slapen. Toen heeft een goede vee, dit is niet de goede vee, want dit is de slechte heks die haar die vloek heeft gegeven. Die heeft ervoor gezorgd dat als zij de ware liefde van haar leven zou vinden en haar zou wakker kussen tot een bepaalde tijd, dan zou de vloek natuurlijk weer verbroken zijn. En sprookjes zijn natuurlijk geen sprookjes als het altijd goed afloopt. Ja, ik ben wel lekker wakker in ieder geval. Ja, nou, dat is mooi. Daar de rollenkoning op, versta jij er iets van? Nou, ik versta er helemaal niks van. Ik probeer te luisteren, maar het wil niet helemaal lukken. Nee. Volgens mij weet hij niet eens wat hij zegt. Hij is in de war. Zoals jullie zien, deze kip heeft zakelijk talent een eitje legt ze voor 100 eurocenten. Ik heb hier natuurlijk een euro. We gaan natuurlijk kijken om het voor mijn ei te leggen. Zakelijk gedaan. We gaan natuurlijk gelijk kijken wat erin zit. Moet ik het natuurlijk wel open kunnen krijgen. Oh! Dit ventje zit erin. Het is schattig. Jongens, wil je dit poppetje nou winnen? Doe dan eventjes een leuke reactie in de video. Stuur hem mij op. Je wat je in mijn tasje zit. Of er nou een gouden bal in zitten? Ja. Dat is een groot knap. Oké. Weet ik zeker dat je die wil? Ja, maar jij zei dat deze. Oké. Het is jouw schuld, hè? Ja, anders is het mijn schuld, ja. Doe ik even. Wat is dit? Ja, wacht even. Dit zit erin, dan gaan we nu. Oh, oh. Ja, dan gaan we nu kijken hoe blij ze ervan zijn. Ja, oké. Wat spannend hier, hoor. Ja, wat is het? Oh, ja. Houd, ja, dat dacht je wel, man. Pak hem terug voor je man. Kijk eens. Oh, kijk zo lief die kijkt. Wat een stom ding. Even een applaus voor Linda, jongens. En ik vond het echt super mooi. Ik ben er natuurlijk een paar maanden geleden al geweest, maar het bleef gewoon heel mooi. Daar zie je mij en Jan zijn foto. En zoals je ziet, zit ik lekker te lachen en Jan kijkt
weet ik veel hoe Jan kijkt. Ik dacht, wat is dit nou weer, joh? Wat dacht je? Opeens gaat die foto af. Hoe weet ik dat het daar een foto zit? Dat is toch leuk? Ja. Wil je hem hebben? Nee. Ik vind hem heel. Dat ging heel snel. Nou. We zijn in het hotel. We zijn eigenlijk al iets langer dan een uurtje, als een uurtje in het hotel. We hebben net koffie en thee gedronken. En we gaan nu eigenlijk wat eten. Oh, ik moet wel het pasje mee. Ja, dat is wel slim, want anders komen we de kamer natuurlijk niet meer in. Maar we gaan nu eigenlijk wat eten en dan... ja, we hebben echt geen idee. We hebben à la carte. Dus we hebben een menu volgens mij. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet, maar ik ben wel benieuwd. Ik ook. Ik hoop dus niet dat het culinaire gerechten zijn of zo. Want het is echt wel moeilijk eten. Ik ben niet van de mosselen en de vis en de garnalen. Oh shit, ik loop gewoon alweer verkeerd, hè? Ik loop gewoon alweer verkeerd. Volg Jan gewoon eventjes. Heb Jan zijn trui nog steeds aan, want ik heb het echt veel te koud. Ik heb een t-shirt aan. Ja, met swag. Ik denk dat het deze wordt. Jij ook niet? 7 uur precies, hoor. 7 uur, zijn te laat. Helemaal niet. Alle coole mensen zijn altijd te laat, of niet? Nee, grapje, dat was een grapje, hoor. Wat geintje. Belangrijke mensen komen het laatste. Oké, dan ga ik alvast en dan ga jij nog even eerst een half uurtje wachten. Of andersom. Ja, dan bestel ik alvast en kom jij daarna aanlopen. Ja. In mijn mooie trui van jou. Ja. Gaan we? Hoi. Kijk, we hebben hier dus een bordje. Vetzalen en restaurant. Waar zullen we naartoe moeten, Jan? Ik denk er niet naartoe. Denk ik ook. Ik vraag het aan jou. Moet ik voorop? Ja, want ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik ben altijd een beetje bang. Echt? Ja. Dit komt erin, hè? Ja, sorry, maar ik maak mij niet uit. Oké, het klinkt hier... Oké, ik denk dat we hier goed zijn. Welkom. We helpen u graag verder. Please wait to be seated. Het ziet er in ieder geval super mooi uit. Dus ik ben in ieder geval benieuwd. Dus we moeten even wachten en dan krijgen we straks een leuk plekje. Pierre-Jean en Jan. Ons eten is er. Ik zal het even laten zien. Kipsaté. Dat is best wel fancy. Met frietjes. Saté saus. En saté, dit zijn... Wat dat is? Dit is snacks. Cool. Ik denk oversnack, loempiaatje en zo. Wat is er, Jan? Dat is super. Hebben we weer hetzelfde, hè? Dit is fancy. Dit is fancy. Dit we hebben leuk. Altijd hetzelfde. Ik maar ik denk dat wij weer eventjes gaan eten, hè? Bon appétit. Rekkel. Gnit. De smaak, Linda. Het was heerlijk. Ja? Alleen een beetje veel, ja. Alleen een beetje veel. En nu wacht ik op een toetje. Wat heb je besteld als toetje? Chocola. Wat voor chocola? Chocoladeijs met mousse. En in plaats van karamelsaus of geen karamelsaus, maar chocoladesaus. Denk je dat ze dat hebben, chocoladesaus? Dat denk ik niet aan die vrouw haar gezicht te zien. Maar we weten hebben ze het wel. Dus het wordt een verrassing. Het wordt het hashtag genieten. Onze ijsjes zijn er. Ik moet zeggen dat die voor mij heel lekker uitziet. Chocola met aardbeien en nootjes. En brownie ook. En Jan heeft... Een blaadje. Crème brûlée. Een blaadje. Eet smakelijk, Jan. Eet smakelijk. We zitten rustig een ijsje te eten. Komt dit in één keer binnenlopen? Ik denk, wat zie ik nou in één keer? Dat is leuk. Ja, zeker. Volgens mij gaan lopen, want daar staat een betoverd kasteel. Ja, is mijn eigen kasteel. Het zandkasteel van Klaas Vaar. Echt? Ja. Ja. En oh. Jij, waar wil jij over dromen, meneer de cameraman? Ik wil dromen over een prachtig paradijs. Ja, ja. Met prinsessen zeker. Maar die heb ik al. Ja. Dacht ik. Ja. Zij willen gewoon een goed kasteel. Ja. Maar ja, daar ga je ze niet vinden, want jouw prinses zit in een betoverd kasteel. Ja, die zit hier al. Ja, ja dan rijd ik op paard rijd ik daar naartoe. Oh, kijk. Ja. Oh. Ja, niet zo'n saai wit paard, hè? Dat is niks. Nee. Met al kleurtjes. Een regenboogpaard. Regenboog. Ja, heel veel met regenboog. Ja, heel apart. Welterusten. Dank u wel.
Lieve mensen, de dag zit er weer op vandaag. We zijn natuurlijk de hele dag in het park geweest. We zijn natuurlijk even nog in het hotel wezen chillen. En we hebben net lekker gegeten. En gek gedaan natuurlijk. Jan, wil jij nog wat zeggen? We doen nog steeds gek. We doen nog steeds gek inderdaad. Dus jongens, vonden jullie dit nou leuk? Dan vonden jullie het leuk. En ik zou zeggen, check sowieso Jan's kanaal Jaraski Gaming uit. En dan zeg ik tot de volgende keer weer bij een nieuwe video of een nieuwe vlog. Of een... En check even Lidderen kanaal uit, abonneer voor meer video's. Precies wat Jan zegt. En dan zeg ik tot de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!